Zo, inmiddels is de ochtend een eind opgeschoten. Sterker nog, het is bijna middag. Heb ik heel druk daar gezeten, heb ik het bijna af. Ben nu bezig met het haken van versiering. Zijn we ook nog even naar de Action geweest. Heb ik nog even twee van deze lampjes bijgehaald. Video in de render gezet. Een bullet journal video die ik gemaakt had al een paar weken terug, maar waar geen begin en eind aan zat, dus shoot ja. Goedemorgen, jullie horen het, ik pak aan iets vast en dat komt omdat ik net buiten ben geweest en erg van de plakspul van de kastanjeboom op de grond. Ik ga nu een rondje met Raaf lopen, want ik heb net eventjes de bovenverdieping gedaan, even de badkamer. Ik ben aan het douchen, laat ik dat gelijk even doen. En wat heb ik nog meer gedaan? De slaapkamer stof gezogen en mijn eigen kamer even afgestoft en de rest dat had ik voor het... Want mijn moeder kwam heel uitgebreid gedaan, dus dat kon nu wel een beetje minder. Dus dat is klaar. Het is 8:15. Ik ga vandaag de vlaggetjes afmaken. Dan heb ik daar mooi te doen. We willen nog even naar een kringloop. En wat willen we nog meer doen? Gewoon lekker. Oh ja, plantjes in de tuin zetten. Ik bestel elk jaar, en dat deed ik altijd bij een buurjongen, die bij de winkel, bij die... voetbalvereniging voetballen, maar ik weet niet of je daar nog voetbalt, maar nu kon het ook online. Heb ik mooie bloemen besteld. Geraniums, lobelia's en begonia's. De begonia's, die komen daartussen. Ik heb er 4, dus dan kan hem, volgens mij wil iemand naar buiten. Dus daar kunnen ze tussen. En deze gaan in een bak, daar, achter. En dit zijn hanglobelia's, dus als het goed is gaan die helemaal, nou ja, heel groot worden. Zo, inmiddels is de ochtend een eind opgeschoten. Sterker nog, het is bijna middag. Heb ik heel druk daar gezeten, heb ik het bijna af. Ben nu bezig met het haken van versiering. Zijn we ook nog even naar de Action geweest. Heb ik nog even twee van deze lampjes bijgehaald. Een flesje curry ketchup, want die was zo lekker. En die zijn lang houdbaar nog tot 2023. Dat duurt nog wel even. Een sweet chili, ook die vind ik erg lekker. Een nieuwe lijm, want de lijm die we hadden was helemaal hard. Dus die kan ook weer. En we zijn even langs een kringloop geweest. En daar scoorde ik nog een kleine wasschijfpuzzel. En een That's Life puzzel die ik nog niet gemaakt had. Ik denk, oh, die neem ik ook nog. De boerderij is dit. Nou, leuk. Emily was ook gezellig even mee. Dus dat was heel erg leuk. Ik kreeg gisteren ook nog een puzzel van degene waar ik was. Die ligt er ook nog. Dus genoeg puzzels te doen. Mijn shirt, die kan in de was. Oh ja, en ik heb nog een voegenkrabbe meegenomen. Want die andere voegenkrabbe, die staat natuurlijk als steuntje van de... Hoe heet dat? De schutting. Dus ik kan de voegenkrabbe. Nou, als ik zin heb. Maar goed, deze tuinlampjes komen ter vervanging van de andere tuinlampjes. Dit kan in de kast. Dat is gewoon voorraad. En dan zullen we zo eerst even wat drinken, want ik heb nu... Oh, wacht. Top zit helemaal los van deze. Oh, hij zit nog wel geseald. Dat is mooi. Even een topje erop. Ik heb dorst. Want ik heb nog niet zoveel gedronken vandaag. Dus dat is niet zo heel gek. Dus ik ga even water drinken. En dan ga ik even heel even kijken wat mijn zonnebloemen is. Want volgens mij zijn er zonnebloempjes opgekomen. Oh, ik zie een heleboel zelfs. Oké. Ik denk dus er komt bijna niks op. Maar inmiddels zijn er een heleboel opgekomen. Ook een aantal niet. Maar dat geeft niet. Even de zaadrestjes eraf halen. Dat is wat beter voor de plant. Sommige zullen wel doorgroeien, andere niet. Zo. Nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, dat valt me alles mee. Het zijn namelijk al hele oude zaden die bij mijn moeder wegkomen. En er zullen er ook genoeg bij zijn die helemaal niks gaan doen. Maar, nou ja. Dit zijn er dus 1, 2. Hier liggen er 3 bij elkaar. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
19. We gaan het zien wat het verder gaat worden. Ik laat ze nog steeds even onder het vochtige ding staan. Misschien dat er nog meer uitkomen. Zo, na een lekkere lunch heb ik de vlaggenlijn afgemaakt. Die is nu helemaal klaar. En ingepakt en wel ligt die daar achter op tafel. En vervolgens ben ik gaan fietsen. Heb ik heerlijk een stuk gefietst. Ik ben naar Action in Spierwijk gefietst. Dat is 10 kilometer hier vandaan. Want Emily was op zoek naar iets wat ze eerder wel bij de Action hadden. Kabel voor speakers. Maar helaas ook daar niet meer. Dus dat is wel jammer. En op de terugweg heb ik even aardappeltjes gehaald bij de Dekamarkt. Want wij willen vanavond aardappeltjes eten. En tenminste, Emily gaat aardappeltjes eten. Met Emily eet broccoli. En ik ga, denk ik, spruitjes eten. Volgens mij best nu. Yep. Ik ga spruitjes eten. En Emily dus broccoli. Goede verdeling van de zaken vandaag. Dus ik ga eens even spruitjes schoonmaken, denk ik maar. En dan ondertussen maar even wat tv kijken. Ik denk dat dat een goede deal is. Eerst even de broccoli in een pan gooien. Nee, laat het maar lekker liggen. Ja, daar ligt vlees, dat klopt, maar dat mag jij niet. Sneakybak. Nee, dat is niet de bedoeling. Nee. Ah, zit nog één stukje in. Zit hij hieronder? Nee, hij zit er niet onder. Kijk, daar is hij. Daar is hij. Pak hem. Zo, niet alleen de volwassenen, de mensen eten. De hamster ook, hond heeft al gehad. Die heeft inmiddels ook een rondje gelopen. 7 uur nu. Of half acht denk ik al wel. Dus eens even kijken. Maar ik heb een kanaarstang en ik heb broccoli. Dus dat krijgt hij lekker. Even kijken hoe laat het nou is hoor. 7:30 inderdaad. Maar die krijgt nu... Oh.
nog even een video in de render gezet. Een bullet journal video die ik gemaakt had al een paar weken terug. Maar waar geen begin en eind aan zat. Dus shoot ja. En een begin en eindje maken. En nu ga ik eventjes hier opruimen. De keuken opruimen. Gisteren kreeg ik dit. One tap. Als mijn spreetje leeg is, ga ik het proberen. Laat ik jullie weten wat het is. Een effectieve reiniging voor al uw afwasbare oppervlakte geven glanzend en schoon resultaat. We gaan het beleven. Zo bewolkt als het gisteren was, zo zonnig is het nu. Ik ben aan het werk geweest vanmorgen. Het is inmiddels 12 uur. Ik denk, ik ga nog gelijk de video van gisteren editen. Van de maandag dus. Maandag van de vakantie. En ik denk, dan heb ik dat ook gedaan. Dan ben ik lekker helemaal bij. Daar hou ik van. Dat vind ik handig. Dus vandaar nog even een afsluitend stukje. Want ik ben gisteravond best op tijd naar bed gegaan. Ik denk dat ik om 9:30 of zo ongeveer in bed lag. En ik denk dat ik om 10:30, 10:45 ongeveer ook al sliep. Ik was best wel moe. Gewoon ook van de dag ervoor, van het autorijden en zo. Kost toch best wel energie. En ook vermoeidheid van die er nu uitkomt van de afgelopen weken. Dus dat speelt allemaal wel mee. Maar ik denk, ga ik video editen, lunchen en dan stap ik op de fiets om een rondje te gaan fietsen. Want het is gewoon heerlijk weer. Gisteren was het ook lekker, heb ik ook lekker gefietst, daar niet van. Maar nu met het zonnetje, het is toch altijd net even lekkerder. Goed, ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik wens jou in elk geval een hele fijne dag als je deze video's morgens kijkt. En kijk je nou 's avonds? Slaap lekker. Mooie dromen, morgen ben ik weer 7:15 met een splitsplinter nieuwe video. Heel graag tot dan. Bye-bye.